Ja, je hoort de naam wel, dus de gemeenschappelijke hof van justitie. Dus ja, een gemeenschappelijke hof van justitie op je CV is heel goed voor je verdere loopbaan in de toekomst. Dus. Hoi, ik ben Rishante Lianita. Ik ben 24 jaar oud. Ik ben een student aan de Universiteit van Curaçao. Ik heb net een bachelor afgerond en zometeen zal ik beginnen met een master in publiek recht. Ja, aan de persoon die ik in de toekomst wil worden, motiveert me om heel veel dingen te doen. En ja, een stagiair zijn bij de gemeenschappelijke hof van justitie is een van die dingen. Mooier kan het niet zijn om hier te zijn en om een certificaat van deelname te krijgen. Hoi, ik ben Celine Lacroes, ik ben 22 jaar oud en ik studeer fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Het heeft me altijd aangesproken om ooit belastingrechter te kunnen worden. Ja, ik vind de fiscaliteit zeer interessant. Zou jij kunnen vertellen wat jij dan het leukste of misschien het meest uitdagende vond aan deze stage? Ja, zeker. Doordat ik fiscaal recht studeer, kreeg ik de kans om een dag belastingzittingen bij te wonen. Dus ik heb die bijgewoond en het sprak me zeker aan. Je kan zien hoe de theorie die je op school leert, gewoon hoe het in de praktijk wordt toegepast. Hi, ik ben Tezier Sambo. Ik ben 23 jaar oud en ik studeer aan de Universiteit van Curaçao. Ik heb veel geleerd over hoe vonnissen gemaakt worden. Je zit met de rechters, je maakt conceptvonnissen, je maakt ook je woont bij zittingen. Dus dat is echt heel interessant om. Dat is echt een kans voor mensen. Vond jij dat moeilijk om bepaalde zaken dan aan te horen en te denken van oh, hier ben ik het eigenlijk misschien niet mee eens of ik had het misschien anders gedaan? Ja, eigenlijk, de rechter is onafhankelijk, dus je weet niet precies hoe hij of zij gaat beoordelen op een zaak. Soms kijk je naar een zaak, je leest het dossier en je denkt, oké, ik denk zo op die bepaalde beslissing. Maar ja, uiteindelijk is de rechter onafhankelijk, dus je weet nooit precies wat de rechter in die zitting gaat zeggen of welke uitspraak hij gaat doen. Dus, ja. Was het dan voor jou ook een reden om na deze stage of na je opleiding verder te gaan binnen het rechtsgebied? Bestuursrecht? Ja, zeker, zeker. In de praktijk is het echt levender, zeg maar. Het is leuker, je krijgt een andere inzicht voor wat het helemaal inhoudt precies. Dus ik zal sowieso misschien hier zelfs werken later in de toekomst. Hi, ik ben Deborah, ik ben 21, ik studeer aan de Universiteit Maastricht. Ik heb net de bachelor rechtsgeleerdheid afgerond en zometeen begin ik aan de master strafrecht en de master civielrecht. Als je die zaken, wij krijgen natuurlijk het dossier te bekijken, want ze hebben beëdigd en we hebben geheimhoudingsverklaringen getekend. En dan lees je dat dossier en soms denk je, oh ja, deze partij die heeft sowieso gelijk. En dan kom je bij de zitting terecht en dan blijkt het dat de andere partij toch wel gelijk heeft. Dus dat is wel interessant om te hebben meegemaakt. En ja, had ik eigenlijk ook niet verwacht van deze stage. Jullie zijn nu dus bijna aan het einde van jullie stage. Is er ook een soort examen wat jullie nog moeten afleggen? Nee, geen examen. We hebben morgen natuurlijk wel de moot court. En ik denk dat we daar alle kennis die we hebben opgedaan moeten naar voren brengen. En dan krijgen we ook een certificaat voor, maar nee, geen examen.